het verschil is dat je een provinciaal bent. Maar ik ben een provinciaal. Maar waar merk je dat aan? Aan alles. Dat je in de grote stad, dat is toch net altijd... Je voelt je altijd toch zeker in Amsterdam bezoeker in de grote stad. Voor mij is de ideale maat van een stad, dat is Wageningen in de vorige jaren 60. Maar waarom dus woon je dan in Utrecht? Ja, dat is ook eigenlijk in allerlei opzichten een vergissing. Ik heb me ermee verzoend. Hmm. Maar qua maat is Utrecht al ietsje te groot eigenlijk. Ja, dat vind ik wel. Bent u snotterig? Blijf thuis. Ja. Het verlossen. Kunt u mij horen? Ja, wie weet. Of we Trump weer terugkrijgen. Daar begint het langzamerhand wel ongelukkigerwijs naar uit te zien. Hoezo? Nou ja, aangezien zijn positie in de Republikeinse Partij is het nauwelijks voorstelbaar dat iemand anders de voorverkiezingen zou kunnen winnen. Die zullen wel kandidaten zijn, maar dan moet je wel echt, iets durven. En dat verlies je gegarandeerd, zeker in de voorverkiezingen. Verlies je dat gegarandeerd, dus dan krijgen we... Nee, Amerika is nog lang niet van hem af, denk ik. En Biden, hoe vind je dat hij het doet tot nu toe? Nou ja, Biden doet zijn best wel. We hebben het daarover gehad trouwens. Ten aanzien van de buitenlandse politiek is hij wat mij betreft op een enorme teleurstelling uitgedraaid. En dat betreft vooral het China-beleid. Ja, nu begint ze krabbelen nu een klein beetje terug. Omdat ze zelf ook wel het gevoel hebben dat ze iets te zwaar op het gaspedaal hebben getrapt. Ten aanzien van die existentiële bedreigingen en alle andere onbegrijpelijke retorische lulkoek. Maar goed, dat heeft mij bitter teleurgesteld dat in feite het Trumpiaanse China-beleid voortgezet is. Ik vind dat uiterst onverstandig. Overigens moet hier gezegd worden dat de Chinezen bepaald ook medeschuldig zijn aan de escalatie van dat retorische conflict. Nu gaan ze elkaar geloof ik eind van het jaar bellen, een virtuele top en zo. En ze schijnen allebei ook een beetje geschrokken waarschijnlijk gezegd hebben, nee, het gaat allemaal... Heel vredelievend. Nee, Taiwan zal nooit militair veroveren. Nou ja, enzovoort. Wat iedereen natuurlijk al op zijn vingers had kunnen natellen. Maar ja, die voortdurende retoriek is gevaarlijk. En je ziet ook hoe de media natuurlijk heerlijk ruzie in de tent. Oorlog, daar komt oorlog. Hè? Dat is allemaal onzin natuurlijk. En binnenlands? Maar toch moet je daarmee uitkijken. Binnenlands heeft hij natuurlijk een aantal redelijke plannen ook ingediend bij het congres. Maar worstelt hij natuurlijk met het feit dat de Senaat 50-50 is. Dat er twee senatoren zijn die in feite zeer conservatief zijn. Dat is die Joe Manchin en die rare mevrouw uit Arizona. Hè? En ja, dat die in feite, dat deze twee, nou bepaald geen grote denkers, dat die in feite bepalend zijn voor wat wel en wat niet kan. Want ja, als Joe Manchin zegt, ja, ik stem tegen, dan is het klaar. Ja, er zijn een paar plannen wel doorheen, toch? Ja, er komt toch wat doorheen en die infrastructuur zal er uiteindelijk ook wel doorheen komen. Maar met name die vergroening, dat ligt heel gevoelig. Die Joe Manchin komt uit een staat van kolenmijnen enzovoort. Dus ja, dat is toch buitengewoon moeizaam. En we moeten ook rekening houden met het feit dat bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar, dus precies over een jaar eigenlijk, plus twee weken of zo, ja, dat de kans vrij aanzienlijk is dat ze of de Senaat of het Huis verliezen. Speelt Trump dan al een rol? Nou, Trump kan reclame maken voor favoriete kandidaten, maar daarin zal hij niet een grootse rol spelen, denk ik. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar je denkt ook niet dat hij zijn populariteit dat hij is afgenomen door alles wat er gebeurd is? Nee, dat blijkt uit alle cijfers. Ja, dat zijn dik meer dan 30% van de Amerikanen denkt tot op de dag van vandaag. Dat het gestolen is. Ja, heel onhandig dat je neus wil snuiten terwijl je nog aan die microfoon vasthoudt. Nee, ik heb laatst van die standaardjes gekocht, maar dat is hier een beetje lastig op te zitten. Ja, vast. Ja, dat gaat niet. Nee, het gaat zo prima, maar... Ja. Het is goed dat de mensen niet zien wat een onhandige prus zit allemaal in. Ja. Maar dat... Bent u snotterig? Blijf thuis. Dat zegt Rutte ook nog steeds, hè? Ja, kennelijk is hij nooit snotterig. Hè? Ja. Ik spreek hem nog nader als hij bejaard is en als hij elke dag snotterig is. En toch de deur uit wil om uit te leggen over 30 jaar... Hoe wat een fantastische minister-president die wel niet geweest is. Maar je hebt Gommers, heeft jou gezegd... Daarom, Gommers heeft mij gevrijwaard voor al te grote kritiek. Ja. Ja. Maar jij denkt niet dat kapitoolbestorming en die mensen die nu spijt hebben, want die worden nu allemaal vervolgd, dat die denken, nou die Trump, dat moeten we misschien toch... Integendeel, zij zullen dat... De bestormers en degene die daarmee sympathiseren, die zien dat allemaal als typisch voor de democraten. Ja. Dat zijn landverraders. En als het de democraten niet is, is het wel de deep state.
Mm. Die bestaan ook grotendeels uit landverraders. Ja. Maar wij zijn in feite de dragers van de ware Amerikaanse gedachten. The real Americans. Daar is Sarah Palin al begonnen met dat gelul van de real Americans. Je hebt not real Americans, irreal, hoe moet je dat zeggen? Ja. Je hebt op nep Amerikanen, je hebt echte Amerikanen. Ja. Ja. Echte Amerikanen, die vinden het ook heerlijk om een hert te schieten. En zei Sarah Palin ook weer dat je dan met je eigen zakmes zo'n eland, niet waar, in stukken uit elkaar snijdt, waarmee je de diepvries vult. Nou ja, dat werk. Ja. Ja. Allemaal natuurlijk de cowboy retoriek. Ja. Hey, het duurt nog wel even, jij stipt al even kabinetsformatie aan, het duurt vrij lang nog, toch? Totdat ze tot iets komen, met iets komen. Ja, joh, ze zijn demissionair, dus ze hebben helemaal geen haast. Ik geloof ook niet, ik begreep uit de krant dat, ja, er zijn nu min of meer reële gesprekken. Ja, men schijnt te denken dat dit wel goed zal aflopen. Ja, de vice-onderhandelaars die ze hebben aangesteld, die schijnen beter met elkaar op te kunnen schieten dan het topvolk, zal ik maar even zeggen. Maar ik begreep ook dat het eigenlijk elke vorm van enthousiasme en vitaliteit mist. En wel zodanig dat ook grote keuzes, die wel degelijk noodzakelijk zijn in Nederland. Natuurlijk op een aantal beleidsterreinen is de zaak wel lelijk in de soep gelopen. Ik ga nou weer niet over die uitkeringen beginnen. Ik bedoel over die toeslagenaffaire beginnen. Maar je kunt ook denken aan het onderwijs. Enorme tekorten aan onderwijsgevenden. Dat we zeggen, er zijn eigenlijk helemaal geen tekorten aan onderwijsgevenden. Er is een enorm tekort aan mensen die bereid zijn om hun talenten in het onderwijs te steken. Wat heel begrijpelijk is. Niet waar, gezien de belazerde betaling en het feit dat het vaak ook psychisch veel eisend werk is om goed onderwijs te geven. Mm-hmm. Maar wij vinden dat in Nederland helemaal niet belangrijk. Dus we betalen die lui structureel slecht. Dat is natuurlijk al decennia zo. Anders zouden we het tekort ook niet hebben. We hebben hetzelfde probleem natuurlijk in de zorgsector. Waar ook enorme tekorten zijn. En dan zitten we natuurlijk met het woningprobleem. Hè? Wat langzamerhand natuurlijk volkomen hysterische vormen heeft aangenomen. Waarbij je kunt zeggen dat natuurlijk een deel van de kopers eigenlijk in een soort paniek geraakt is. Een paniekerige gevoelens heeft. Waardoor er hele rare prijzen betaald worden. Maar het feit is dat er gigantische tekorten zijn. Maar als ik jou begrijp, dan dat heb je ook al eerder gezegd. We krijgen een voortzetting eigenlijk van het beleid. Zeker ja, deze dit kabinet wat er nu komt, dat zal er niet 4 jaar zitten. Nou, je moet altijd enorm uitkijken met dit soort van voorspellingen. Ik herinner me nog het kabinet Rutte-Samson, wat zo snel in elkaar was gezet, is Rutte 2. Nou, daar is zeker een heel jaar geschreven. Nou, nee, volgende week ging het vallen. Dan wisten ze allemaal zeker. Maar tenslotte heeft het er 5 jaar gezeten natuurlijk. Dus, maar de algemene opinie is, kijk, Rutte is feitelijk klaar. Die andere zaak die we al regelmatig besproken hadden, hij had de wijsheid moeten hebben om na 10 jaar te zeggen, hartstikke mooi, ik ambieer iets anders, iets leuks. Beetje rustig, ik begreep dat hij vermoeid oogde. Wat anders. Maar goed, hij heeft anders besloten, er is geen opvolging. Dat is zo klaar als een klontje. We moeten door met Rutte en daarmee dus ook met het zittende kabinet, wat natuurlijk, we hebben ook al uitgebreid besproken, een enorm zwakte bot is. Daar valt veel te doen. Het is belangrijk dat het gebeurt. Het is ook zaak natuurlijk dat laten we zeggen, de parlementaire verhoudingen, de relatie kabinet-kamer, dat die beter is dan die in de afgelopen tijd geweest is. Want veel van deze ellende is ook aan de Kamer te danken. Het is niet zo dat het alleen onze toppolitici zijn. Nee, ook de Kamer, daar is sprake natuurlijk van taalverruwing in allerlei opzichten. Dat er dan voortdurend gescholden wordt. En vooral die eenmanspartijtjes, die hebben natuurlijk alle belang erbij om een enorme hoeveelheid lawaai te maken. Omdat ze anders helemaal niet opvallen en tussen de naden van het bedrijf terechtkomen. Dus nee, ook daar, laten we zeggen, is veel herstel, renovatie. Ik denk eigenlijk ineens aan die stoommachine. Hè. Ik ben bereid om, als het allemaal weer in orde is, om aan de stoomfluit te komen trekken, bij wijze van spreken. Ja. We hebben nog wat werk te doen rondom de auto. We zijn in Engeland aangekomen. Ik zal tussendoor eventjes nog een vraag doen. Die is binnengekomen, die is ook eens ingesproken. We hebben trouwens dit is een mevrouw uit Duitsland die aan het luisteren is. Dus kan ik wel eventjes heel kort doen, maar ze heeft heel veel vragen gesteld. Even heel kort naar haar luisteren wat zij allemaal vertelt. Ik ben heel erg
Fijn dat ik jullie podcast heb ontdekt. Ik luister deze podcast vanuit Duitsland. Heb hem 2 weken geleden ontdekt. Ik ben inmiddels in 1 september, dus ik luister zeg maar alles in 1 keer. Ja, ik vond vooral het onderdeel over de Duitse politiek en over de oorlog natuurlijk heel interessant. Moet ik wel zeggen dat er vanuit Duitsland natuurlijk heel anders naar wordt gekeken. Maarten, ik hoop dat ik je mag zeggen. Ik heb eigenlijk een vraagje. En vraag, waar ben je heel kritisch over het gebruik van social media anoniem? Nou, denk ik natuurlijk in bepaalde situaties geef ik je groot gelijk. En slaat het helemaal nergens op en ben je inderdaad een randdebiel als je anoniem mensen gaat beledigen via social media. Aan de andere kant denk ik dat juist in landen waar regimes zijn die heel erg onderdrukken. Ik denk aan Rusland. Ik denk ook nu aan Afghanistan. Ik denk aan de Arabische Lente. Ik denk ook aan Oekraïne, waarbij het juist belangrijk is dat mensen hun mening ook tegen een onderdrukkend regime kunnen delen. En dit anoniem moeten doen, omdat ze anders hun leven gevaar zijn. Ik vraag me af wat je hiervan denkt. Verder nog even gewoon een interessante info. De Soli in Duitsland is nooit bedoeld geweest alleen voor het westen naar het oosten, maar was op een basis van het inkomen gerekend en is dit jaar trouwens ook veranderd. Waardoor bijna niemand meer Soli betaalt, omdat je omgerekend ongeveer 7.200 euro bruto zou moeten betalen om dan Soli moeten te betalen. Ja. Mijn vraag is dus eigenlijk, wat vind je nou van het inderdaad anoniem gebruiken van social media op dit gebied? Ja, ik kan me voorstellen dat in dictatoriaal geregeerde landen dat het daar anders ligt dan in Nederland. Maar in alle niet-dictatoriaal geregeerde landen zou ik zeggen, ja, u kunt uw mening geven op het internet en dat doet u met naam en adres. En wat mij betreft ook uw e-mailadres, dat we weten wie u bent. Overigens, als iemand echt hele gekke dingen doet, we hebben nu een aantal bedreigingen in Nederland gehad, waar het OM ook terecht, naar mijn idee, tot vervolging besloten heeft. Dan zie je dus dat, laten we zeggen, de overheid in een land als Nederland in ieder geval heel makkelijk kan vinden wie het is. Ook als je anoniem bericht. De bekende Napoleon uit Brabant, dan schijnt de overheid vrij makkelijk te kunnen vaststellen wie dat is. Want al deze bedreigers die nu voor de rechter staan, die zijn langs deze manier, die waren natuurlijk allemaal anoniem, dat begrijp je. En die zijn langs deze manier natuurlijk zijn ze gegrepen. Ik vermoed dat in dictatoriaal geregeerde staten ook is. Maar daar mag het wat mij betreft wel anoniem. Maar dan zal je nog heel veel moeite hebben om ervoor te zorgen dat de overheid je die toch kan vinden. Maar in West-Europa, weet ik veel, Frankrijk, Spanje, Nederland, de hele bliksemse boel, Scandinavische landen, vind ik het volstrekt onjuist dat men geheel anoniem op de sociale media kan opereren. Overigens denk ik, je kunt wel zeggen, wat ik zeg, naam en toenaam en eventueel e-mailadres. Maar dan zullen ze allerlei methodes vinden om met nepnamen te opereren. Er zijn bijvoorbeeld op Twitter zijn allerlei mensen die geven ze voor mij uit. Dan staat er vaak wel bij dat het flauwekul is. Parodie. Maar, dat het parodie is, maar het is toch vrij irritant. En bovendien van wel een hopeloze kinderachtigheid. Grote God nog aan toe. Nathanie was dit. En overigens, over het geld waar ze het over had, dat hebben we het eerder over gehad. Hè? Dat was het geld dat het Westen en het Oosten betaalden voor die opbouw. Ah, nou ja, volgens mij heb ik dat dan wel uitgelegd. Ja. Deze tussen neus en lippen door noemden ze dat. Ja, ja, precies. Maar ja, het Oosten, daar wordt nog steeds minder verdiend dan in het Westen. Maar de kosten van levensonderhoud zijn ook navenant lager in het Oosten dan in het Westen. Dat is zo goed als je in Nederland natuurlijk grote verschillen hebt, ook in kosten van levensonderhoud. Dus wat dat betreft, wat ze in Oost-Duitsland speelt, is veel meer ressentiment. Vage emoties, dat ze niet gelukkig zijn, ontevreden zijn. Ja, je zult maar van 40 jaar van je leven beroofd zijn door het verdwijnen van de DDR. Kan ik me allemaal iets bij voorstellen. Overigens, daar vorderen de onderhandelingen over het nieuw kabinet vrij redelijk. De stoplichtcoalitie. De stoplichtcoalitie, dus dat is SPD, FDP en de Groenen. Dat is dus groen, geel en rood. Ja, dus de partij van Merkel. Ja, gaat niet zo'n ampelcoalitie, ja. Zoals dat in Duitsland heet. En daar hebben ze een startpunt, een document gezamenlijk opgesteld. Maar op basis waarvan ze gaan onderhandelen, waar toch wel een aantal vrij frappante dingen in stonden, waar ik bijvoorbeeld niet helemaal niet gelukkig mee was. Zoals?
dat ze het kiesrecht willen verlagen tot de leeftijd van 16 jaar. Daar ben ik een falikante tegenstander van. Ik vind 18 jaar ook te jong. Vroeger was het 23, dat is misschien. Maar ik ben wel voor dat het veranderen naar, ik begrijp ook wel waarom het 18 was geworden. Omdat de wet voorschrijft dat je op je 18e volwassen wordt, dus alleen. Maar 16 ben ik sowieso tegen en ik zou eerder voor verhoging van de leeftijd zijn dan voor verlaging. En bovendien begreep ik dat op verzoek van de FDP ook het voorstel van de Groenen om die idiote hardrijderij in Duitsland te bestrijden, dat dat ook al gesneuveld is. De Duitsers willen graag 200 kunnen rijden. In al hun idiote Duitse auto's die daar speciaal voor zijn toegerust met gigantische motoren. En kijk eens naar de remmen die je nodig hebt om deze auto's nog enigszins veilig tot stilstand te kunnen brengen. En deze super geweldige Duitse industrie met al die gigantische dure auto's, nietwaar, heeft in eerste instantie de boot van de elektrische auto totaal gemist. Hè. Heeft zich door Tesla notabene, die ook niet altijd even netjes assembleert, maar heeft zich door Tesla nietwaar de kaas van het brood laten eten. Dat blijft toch wel een hele pijnlijke affaire. Ja. En nu heb je een hele reeks van Koreaanse fabrikanten die ook toch heel goed scoren in het cementsegment van de toekomst. De Mini. We zouden het over de Mini hebben. Ja, ik moet namelijk straks naar de kapper, dus we kunnen ook niet. Het is nu 3 uur. Oh, dan hebben we nog alle tijd van de wereld. Want die Mini, dat wordt ook niet een lang verhaal. Waar ga je naar de kapper? Is dat in Utrecht? Ja, hier om de hoek. Oh, niet Rob Pedoom. Wat? Rob Pedoom, wie is dat? Dat is ook een kappersketen. Oh, dat is waarschijnlijk een neef van die, hoe heette die meisjes die je had? Lieke van Lexmond, zei je dat niet? Ja, dat zei ik eigenlijk. Daar is het geen familie van. Nee, volgens mij niet, nee. Volgens mij is het namelijk één grote familie. Ja, af en toe vang ik een glimp op van de televisie en er zitten altijd dezelfde mensen bij RTL 4. Volgens mij een soort familie, toch? Bij die talkshows bedoel je? Nee, niet bij de talkshows, maar ook bij al die andere programma's. Nou, ze zeggen wel de grootste familie van Nederland. Dat was de Tros ooit, hè? De grootste familie van Nederland. Maar, ja, gezellig. En je had een gezellig avondje Avro. Hè? Ja. Dus denk je, hey, klik, zet het ding aan. Ja. Avro, oh, jongens, heerlijk. Haal de taartjes erbij, koffie en thee. Maar goed nieuws voor jou is wel dat op één met Sven Kokkelman en Fidan, dat wordt toch wel echt een ding. Ze gaan die duo's eruit gooien en vanaf het nieuwe jaar één duo. Ja, ik ben tegen duo's. Ja, dat heb je al verteld, maar dat is wel, laat ik zo zeggen, hopeloos. Die kunnen het wel naar wat hoger niveau tillen. Nou, dat gaan we even rustig afwachten. Oké. Okay. Ja, ze zijn natuurlijk een beetje paniekerig geworden omdat die talkshows zo verrekt slecht scoren. En er zijn geen enkele talkshow meer die met regelmaat boven de 600.000 luisteraars scoort. Een beetje talkshowmoeheid. En dan komt Veronica. Ja, ik denk dat ook de normalisering, dus dat hele die covid-spanning en zo. Oeh, wat zijn de maatregelen, hoe gaat het worden? Dat is natuurlijk ook een beetje af. En, ja. Nou ja, ik zal het nog een keertje halen. Mijn persoonlijke visie is natuurlijk dat de inhoud van wel niet toch zo dermate onbeschrijfelijk onbenullig is, dat zelfs de meest onbenullige kijker denkt, dan kan ik nog maar beter iets anders doen. Maar je gaat er wel zitten nog, hè? Als je bellen. Als ik de kans krijg om iets verstandigs te zeggen, dan ben ik altijd graag bereid om er te gaan zitten. Het is niet zo dat ik de uitzendingen boycott. Ja, ik heb ongelukkigerwijs verteld dat ik die grijp, dat ik dat niet zo'n geslaagde figuur vond. Aan, ik geloof, Metro Nieuws of het Media. Nee, Media. Nee, Veronica Superguide. Oh, was dat het? Oh. Ja. Nou ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar feit is, als ze mij zouden uitnodigen, dat ik daar niet heen zou gaan. Sowieso niet. Maar ja, dat wordt dan gemaakt boycott. Van Rossum heeft ruzie met Gijp. Nee, ik heb helemaal geen ruzie. Ik ken hem niet. Ik heb ook geen ruzie met hem. Ik vond hem alleen als figuur in een talkshow niet aangenaam. Dat is alles. Nee. Hij zei toen iets aardigs over die conference, hè? Hij was sowieso in de moed van de vijandschap en ik zag daar geen goede reden voor. En god, als ik het geweten had, was ik niet gegaan. Nee, maar misschien had hij een slechte dag. Want hij wordt wel altijd, zegt al, hij is zo grappig en hij maakt leuke grapjes. En... Oh ja, hij is zo ontzettend grappig dat hij er zelf ook heel langdurig om moet lachen. Ja, dat vind ik nooit zo'n sterk aspect, eerlijk gezegd, bij de grappenmakers. Dat ze het zelf ook erg geestig vinden. Ja. Ik heb altijd last als ik het zelf ook geestig vind. Als ik een grap maak die ik zelf ook geestig vind. Dat vind ik altijd eigenlijk vrij vervelend.
Dus dat heb je ook nooit? Nou ja, soms denk je, het is wel zo'n goede grap, dan moet je het opsparen. Als je dan thuis alleen bent, kun je er even om lachen. Ja. Maar je gaat er niet zelf in een programma om zitten lachen. Dat is natuurlijk werkelijk beneden alle pijl. Nee. Dus nee, ik zou dat programma boycotten. Ook niet, ik bedoel, als hij er niet is, misschien is hij wel eens ziek of zo. Of zit hij met vakantie, dan heb ik daar verder niks tegen. Ik vond hem gewoon een vervelende figuur, dat is alles. Mm. Het zou wel leuk zijn als dat programmavoorstel wat jij ooit hebt gedaan hier in deze podcast nog een keer wordt opgepakt. Dus dat je gewoon met een camera door het landschap gaat rijden en gaat kijken wat je tegenkomt. Wat in Amerika bijvoorbeeld is. Ja, precies. Een chaotische televisie. Ja. Ja, daar ben ik een enorm voorstander van. En ook dat we ook al die hele kinderachtige gewoontes van de televisie, dat we daar ook mee gaan breken en zo. Ja. He, dus dat je ook wat harder en korter monteert en zo, dat kan allemaal best. Je ziet in speelfilms, dat is vaak veel, veel mooier gemonteerd dan veel televisie. Het is wel heel erg traag en braaf en zo. He, dat de kijkers ook de minste kijker niet na 5 minuten denkt, waar gaat dit eigenlijk over? He? Wat je soms in speelfilms, maar oh, dat kan heel interessant zijn. Ja. Nee, dus, ja, zeg maar toeval TV. Toeval TV. God, nu zie ik ineens ook een ideale naam voor dit bedrijf. Toeval TV. Je kijkt gewoon wat er gebeurt. Ik weet hoe vaak ik in Amerika, als we daar dan op pad waren om iets te gaan filmen, en dan kom je iets tegen en dan denk je, het is toch zonde dat we hier niet kunnen stoppen. Of met die mensen in gesprek kunnen gaan. Of dat we over dit zonderlinge fenomeen toch even 5, 10, maar ja, daar is dan geen tijd voor. Ja. Er is bij een regionale omroep zo'n format. Maar daar wordt wel in geknipt na afloop nog. Dus dat moet wel tot een half uur teruggebracht worden dan. Ja, ik zag laatst dat er zoiets bestaat als, hoe heet het, is dat 9-11? Nee, bij ons is het niet 9-11. 1-1-2. Dat is 1-1-2 TV. Ja. En dan zie je allemaal kleine autootjes die op hun kop in de sloot liggen. Ja. Heb je dat nooit gezien? Nee, dat had ik nooit eerder gezien. Blik op de weg heeft Leon de Haas heel lang gemaakt op NPO 1. Maar vooral al die kleine autootjes die op hun kop in de sloot lagen, dat werkte enorm op mijn lachspieren. En dan hadden we hebben het Stadskanaal, de naam heb jij uitgelegd. En daar kwam Jelmer Westra toch nog eventjes op terug. Die zegt namelijk, Stadskanaal betekent zoveel als het kanaal naar de stad Groningen. Dat klopt. Hier slaat stad dus niet op door lelijkheid aantrekkelijke Stadskanaal, maar op de stad Groningen en het kanaal daar naartoe. En dan zegt hij nog, overigens heet Groningen in de volksmond nog steeds stad. En het heeft in sommige historische plaatsduidingen ook de naam stad en landen. Dit komt nog terug in het volkslied, die ik voor de volledigheid textueel en ook liederlijk hieronder nog heb bijgevoegd. Zegt Jelmer Westra. Jij was er natuurlijk laatst, hè? Dus vandaar dat hij daar. Ja, nee, dat is. Daar heeft die jongen groot. Tenminste, ik neem aan, ten jongen is het grootste gelijk van de wereld in. Ja. En dat komt natuurlijk omdat in de noordelijke provincies is maar één echte stad. He, bijvoorbeeld ook een punt van uitgaansleven is er in. Je gaat uit in stad. Dat is Groningen. En ik moet zeggen, als je daar ooit in de avond bent geweest, dat is een enorm levendige stad. Een hele leuke stad. Ja. Er is wat gaande. En je hebt natuurlijk bovendien heb je nog een unieke gelegenheid ook in Groningen om crimineel bezig te zijn. Want je hebt ook nog Vindicat. Hè. Meestelijk, helaas hebben ze toch weer uitgepakt dat je denkt van, dit is echt het oude Vindicat. Ja. Intimidatie, vernieling. Echt dat je denkt, geweldig. Hè. Dat is zo'n gewone studentenvereniging is even helemaal alle buiten alle perken gaat. Maar het is een hele leuke, als je daar rondloopt in het weekend, het is sfeervol. Het is, dus ja, je begrijpt best dat het daardoor stad heet. Exact. En dat zij dat ook zo. Ja, je gaat natuurlijk. Je gaat niet uit in Oost-Groningen, je gaat niet uit in Bellingwolde. Dat is waarschijnlijk een hele. Ja, het is een heel leuk plaatsje, maar het is niet. Nachtleven van Bellingwolde laat de wens over. Waarmee ik overigens totaal niet wil suggereren dat ik zelf een liefhebber ben van het nachtleven. Victor. Wel van het nachtleven, maar niet van dat nachtleven. Nee. Victor heeft wel ook wat. Hallo Maarten en Tom. Ik ben Victor uit Utrecht. En ik heb een tijdje terug de film Patton bij Maarten door de bus heen gegooid. Hopelijk vond hij dat niet vervelend. Wel vervelend dat hij vastliep. Dus ik wil het graag nog een keer proberen. Maar ik spreek de bericht eigenlijk in voor iets anders. Jullie hebben het veel over de Tweede Wereldoorlog. En ik ben een keer in de Baltische Staten geweest. Waar er een beetje vreemde verhouding is. Wat de bevolking daar heeft met de bezetting van de Duitsers. Omdat zij bevrijd werden van de Russen door de Duitsers. Daardoor is het beeld van de Duitsers minder slecht dan eigenlijk in andere delen van Europa.
En ik vroeg me af of Maarten hier iets over kan vertellen. Nou ja, in ieder geval bedankt. En ik luister graag naar alle volgende afleveringen. Alvast bedankt en fijne dag. Dat was Victor. Ja, hartelijk dank voor Petten. Maar Petten liep halverwege vast en wou niet meer verder. En ik heb nu begrepen dat de zelfgebrande dvd's, dat voor sommige dvd-spelers problemen oplevert. Dus misschien heb ik mijn dvd-speler is ook alweer 7 jaar oud of zo. Ik gebruik dat ding eigenlijk betrekkelijk zelden. Omdat natuurlijk tegenwoordig alles streaming is in plaats van dvd's. Die ik dacht dat het zou worden. En vandaar dat ik in de tijd die dvd-speler heb gekocht. Die overigens al niet meer in mijn grote computer zat. Ja. Ja, dat is wat hij over de Baltische Republieken zegt, is volkomen juist natuurlijk. Die zijn in eerste instantie, voelden zijn de Duitsers als bevrijders. Dus daar kijken ze anders tegenaan. En als je natuurlijk gezucht hebt onder het Sovjetjuk, dan kijk je daar anders tegenaan. Dat geldt deels ook voor de Finnen. Dus dat, ja, kan ik daar iets over zeggen. Ik wil het wel eens iets nader bespreken, maar het is natuurlijk een heel herkenbaar probleem. Ja. Voor hen waren de Duitsers minder erg dan de Sovjet-onderdrukking waar ze direct mee te maken hadden. Ja, zeg hetzelfde wat die vrouw ook zei, dat in Duitsland tegen dingen gewoon anders aangekeken wordt. Dus het perspectief van waar je opgroeit speelt natuurlijk ook binnen Europa zelfs een rol. Ja, precies. Nee, ik ben in Wageningen opgegroeid. Dat geeft je een totaal ander perspectief dan wanneer je in Amsterdam bent opgegroeid. Wat is dat verschil? Het verschil is dat je een provinciaal bent. Maar ik ben een provinciaal. Maar waar merk je dat aan? Aan alles. Dat je in de grote stad, dat is toch net altijd. Je voelt je altijd toch zeker in Amsterdam bezoeker in een grote stad. Voor mij is de ideale maat van een stad, dat is Wageningen in de vorige jaren 60. Maar waarom woon je dan in Utrecht? Ja, dat is ook eigenlijk in allerlei opzichten een vergissing. Ik heb me ermee verzoend. Hmm. Maar qua maat is Utrecht al ietsje te groot eigenlijk. Ja, dat vind ik wel. Dus je voelt je misschien iets niet helemaal op je gemak? Nou, dat wil ik niet zeggen. Utrecht-Oost, dat valt allemaal wel mee. Maar ik wil maar zeggen, ik meen het serieus te zeggen dat als je kleinsteeds opgroeit, zoals ik kleinsteeds ben opgegroeid, dat je dat nooit meer helemaal kwijtraakt. Ik denk ook als je in een dorp bent op, Wageningen was geen dorp, kwam natuurlijk ook een beetje door die landbouwhogeschool en zo, maar als je in een klein dorp bent opgegroeid, dat blijft je hele leven, blijf je erbij. Hmm. En Amsterdammers die weet dat, nou ja, dat die hebben zelf ook de overtuiging dat er natuurlijk maar één plek in de wereld is waar je een behoorlijk mens kunt worden, namelijk in Amsterdam. Ja, ja. Even kijken, wat hebben we dan hier nog? Dit is Marcello, spreekt ook wat in. Ja, hoi Maarten. Hartstikke leuk. Ik luister iedere zaterdag naar de podcast met veel plezier. Ik loop wat achter, dus ik reageer nu op de Tweede Wereldoorlog. Wat me wel weer verbaasde was dat er veel aandacht was voor operatie Market Garden. Maar toch, grappigerwijs, ook in jouw podcast, wederom deed je mee met alle andere historici door te weinig aandacht te geven aan, ja, toch wel een hot item, de strijd aan de Schelde. Het vrijmaken door de Canadezen en de Britten van de Westerschelde ten behoeve van de haven. Een ongelooflijk belangrijk stuk historie in de Tweede Wereldoorlog, wat minstens zo belangrijk is als operatie Market Garden, die trouwens wel mislukt is. En de Slag om de Schelde is wel gelukt. Ik ben naar de film geweest. Ik heb het museum gezien. Ik heb het boek gekocht. En als geschiedenisdebiel ben ik ook sinds 2 jaar eigenlijk pas op de hoogte van deze ongelofelijke zware strijd. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat je daar ook eigenlijk in één zin aan voorbij bent gegaan. Ja, nou, het gaat om heel verhaal, maar ja, ik kan me dat wel enigszins voorstellen. Dat de Slag om de Schelde überhaupt noodzakelijk was en zulke aanzienlijke afmetingen heeft aangenomen, lag aan het feit dat Montgomery voor Market Garden had gekozen. Wat hij zag als een. Ja, achteraf is hij daar ook wel op teruggekomen. Zegt, ja, dat heb ik toch uiteindelijk niet goed gezien. Omdat, ik geloof dat de Engelse, eerste Engelse panzerdivisie Antwerpen binnenrijdt, dat is begin september. En toen hadden ze door moeten pakken, omdat ze hebben dat laten sloffen. Dat is de fout die Montgomery gemaakt heeft. Eisenhower gaf zijn ondercommandanten heel veel vrijheid in de uitvoering van diverse operaties. Want daardoor kon het 7e Duitse leger, wat zich op de zuidelijke oever van de Schelde bevond, dat kon naar de noordelijke oever met als gevolg dat het, anders was het als het ware afgesloten geweest. Dan was het
geïsoleerd geraakt. En nu was dat niet zo. Ze hebben daar veel te lang mee getreuzeld. Ze hadden eigenlijk, toen de Engelsen in Antwerpen arriveerden met hun panzerdivisies, door moeten pakken. Ze hadden dus ook die isthmus van Zuid-Beveland en zo, dat hadden ze af moeten sluiten. Zij zeiden, ja, dat mogen zo zijn, maar we waren moe en uitgeput en logistiek lag het hartstikke gecompliceerd. Maar hier zijn toch aanzienlijke fouten gemaakt, waardoor die Slag om de Schelde een zo omvangrijke militaire operatie is geworden. Bent u snotterig? Blijf thuis.